Ik ga beginnen met een voorbeeld. Want wat is de noodzaak voor de cosinusregel? Stel, ik teken hier de volgende driehoek. Nou, driehoek ABC. En de volgende zaken zijn gegeven. Nou, deze hoek hier alfa, die is onbekend. AB heeft een lengte van 6, AC heeft een lengte van 5 en BC heeft een lengte van 4. Als ik nu de sinusregel zou gaan gebruiken, dan krijg je A gedeeld door de sinus van alpha, is B gedeeld door de sinus van beta, is C gedeeld door de sinus van gamma. Dan zul je eigenlijk zien dat je alleen maar de tellers van die breuken kunt invullen, want alleen de lengtes zijn bekend. Dan kun je nooit met kruislingsvermenigvuldigen dat probleem oplossen, want dan hou je altijd twee bekenden over. Dat betekent, ja, je hebt een niet-rechthoekige driehoek. De sinusregel werkt niet, ja, dan hangen we eigenlijk vast. En de cosinusregel, dat gaat een techniek zijn waarbij we hier toch verder komen. Nou, wat is een andere situatie? Bijvoorbeeld deze. Ik teken nu een driehoek DEF. Dan teken ik hier ook weer, wat is allemaal bekend? Nou, bekend is dat hoek D 30 graden is. Dan heb je hier hoek beta, die is onbekend. Ook gamma is onbekend. Kleine letter A is onbekend. Dus zijde EF bedoel ik daarmee. De lengte van DF is 4. En de lengte van DE is gelijk aan 7. Nou, als ik dit in de sinusregel invul, en dat zal ik in dit geval wel even doen, dan zie je dat je krijgt A, gedeeld door de sinus van 30 graden, is gelijk aan B. Nou, dat zit tegenover beta. Ja, dus dat is 4 gedeeld door de sinus van beta. En nu hoef ik alleen maar te kijken naar c, dat is de zijde die tegenover gamma zit. Dus dat is 7 gedeeld door de sinus van gamma. Ik heb hier eigenlijk hetzelfde probleem als wat ik bij deze driehoek had. Als ik nu twee van de drie breuken pak en dan aan elkaar gelijk stel, hou ik altijd twee onbekende over. En omdat ik maar één hoek weet, ik weet alleen dat hoek D 30 graden is, kan ik niet hoeken som driehoek gebruiken om B en gamma en of gamma uit te rekenen. Ik kom ook hier dus niet verder met de sinusregel. Nou, het wordt dus hoog tijd voor de cosinusregel. Daar ga ik even wat ruimte voor maken. Nou, ik sleep dit even naar boven en dan gaan we beginnen. Ik teken ook weer. Een driehoek. Ik teken nu weer driehoek A, B, C. En wat ga ik doen? Ik ga de hoogte lijn tekenen vanuit punt C. Ik zal dadelijk toelichten waarom. Dat betekent dat hier een rechte hoek zit. Ik noem deze hoek alfa. Ik noem, ik noem deze zijde kleine letter B, want die zit tegenover hoek B ik noem deze zijde kleine letter a want die zit tegenover hoek a en ik noem dit de hoogte nou, en voor de volledigheid noem ik dit punt c accent eigenlijk de hoogtelijn vanuit punt c en dan ga ik tenslotte nog het volgende doen ik ga dit de lengte van a naar b ga ik onderverdelen de lengte van a naar c accent dat noem ik x en de lengte die ik dan van c-accent naar b overhoud, dat moet dan c-x zijn. Bedenk dat de hele lengte c is. Ja, dus de lengte van a naar b, dat is kleine letter c. Want dat staat tegenover hoek c. En als ik dit nu gelijk stel aan x, dan hou ik hier c-x over. Nou, wat is nou de vraag? Stel, kleine letter b is gegeven. Alpha is gegeven en c is gegeven. Dat is eigenlijk de situatie zoals we hem net hierboven hadden. Kijk maar, dit is bekend. Hè? Het is bekend dat zij de DF4 is, dat zij de DE7 is. En ook deze bekend, die is 30 graden. Dus houd dat in je achterhoofd. En wat wil ik dus eigenlijk? Ik wil een formule waar ik de alfa, de B en de C inplug. En waarbij ik vervolgens kleine letter a kan uitrekenen. Dus ik zal hierbij zetten, dit is onbekend. En ik wil eigenlijk een formule waarmee ik dit kan uitrekenen. Nou, dan ga ik het volgende doen. Als we gaan kijken in driehoek BCD, dan geldt hier het volgende. En daar waar ik hier een D opschrijf bedoel ik natuurlijk C-accent. Dat is dus eigenlijk de linker rechthoekige driehoek. Nou, ga voor jezelf eventjes na waarom dit geldt. A kwadraat is gelijk aan h plus c min x in het kwadraat. Waarom zou dit gelden als je in de rechter rechthoekige driehoek kijkt? Dus a kwadraat is gelijk aan h kwadraat plus c min x in het kwadraat. Hopelijk heb je door dat dit eigenlijk gewoon de stelling van Pythagoras is en die mag ik in een rechthoekige driehoek gebruiken. Nou, wat ga ik doen? Ik ga hier de haakjes uitwerken. Dit is een merkwaardig product. C keer c is c kwadraat. C keer min x, dat is min cx. Maar die zit er twee keer in, dus je krijgt min 2 cx. En dan min x keer min x, dat is plus x kwadraat. Nou. Deze formule gaan we eventjes onthouden. En dan ga ik een stap verder. Nu ga ik kijken naar driehoek ACD. Nou. Excuses dat ik weer een D gebruik. Maar dat moet natuurlijk weer C-accent zijn. Ik had het voor mezelf hier anders genoteerd, maar ik heb hier C-accent gebruikt, dus ik ga hier ook C-accent opschrijven. Waarom is deze formule niet voldoende? Ik heb hier een formule waar ik a kwadraat heb. Dus ik zou de a kunnen uitrekenen door links en rechts de wortel te pakken. Maar kijk even wat er aan de hand is. Wat heb ik in het begin gegeven? Kleine letters. Uh, kleine letter b heb ik gegeven, alpha en c heb ik gegeven. Dus de c komt in deze formule voor. Maar de letter x en de letter h komt ook in deze formule voor. En ja, die weet ik niet direct. Dus die zou ik altijd apart moeten uitrekenen. Dus ik wil niet een formule die afhangt van h, c en x, maar ik wil een formule die afhangt van c, alpha en van b. Dus ik ga wat zaken omvormen en substitueren. Nou, als we in driehoek a, c, c-accent kijken, dan geldt het volgende: b is gelijk aan h plus x. Nou, ik hoop dat je deze nu wat sneller door hebt, eventueel, want dit is ook weer de stelling van Pythagoras. En dit is de tweede formule die ik eventjes ga onthouden. Nou, wat geldt ook in driehoek ACD? De cosinus van alpha die is gelijk aan nou, cosinus sos cos toa. De CAS betekent, de de betekent dat ik de aanliggende rechthoekzijde moet hebben van hoek alpha. En wat is de aanliggende rechthoekzijde? Dat is AC-accent. AC-accent, daarvan hebben we gezegd, dat stel ik gelijk aan x. En dat deel ik door de schuine zijde, en dat is gelijk aan b. Nou, wat volgt hieruit? Dat x gelijk is aan b keer de cosinus van alpha. En dit is de derde formule die ik ga onthouden. Ik ga alle drie de formules nu boven elkaar opschrijven en deze met elkaar combineren. Nou, de eerste formule. Dat was a kwadraat is gelijk aan h kwadraat. En wat ik nu ook ga doen is de volgorde al wat aanpassen. Ik ga nu zeggen dat is h kwadraat plus x kwadraat. De eerste en de laatste term plaats ik bij elkaar. Nou, wat ga ik ook nog doen? Plus c kwadraat min 2cx, die neem ik natuurlijk over. Nou, de volgende formule dat was b kwadraat is h kwadraat plus x kwadraat. En nu zie je wellicht al waarom ik deze volgorde hier heb omgewisseld, dan kan ik het dadelijk direct vervangen. En de laatste formule, dat was x, is b keer de cosinus van alpha. Nou, deze formules, die ga ik met elkaar combineren. Nou, dat betekent het volgende, ik ga de bovenste formule als hoofdformule gebruiken, want dat is de formule waar die kleine letter a in voorkomt. En wat ga ik doen? Ik ga een substitutie doen. Hier staat h kwadraat plus x kwadraat. Maar ik heb aangetoond dat dat het hetzelfde is als b kwadraat. Nou, dat komt alvast heel mooi uit, want dat betekent dat ik al van een h kwadraat en een x kwadraat afkom, en dat ik dat ook nog eens kan vervangen door een van de letters die ik gewoon gegeven heb, namelijk de letter b. Nou, de plus c kwadraat neem ik ook over. En dan krijg je min 2 keer c. En dan wil ik eigenlijk alleen nog maar van die x af. Nou, en laat ik daar ook toevallig van afkomen, want x heb ik uitgedrukt in de letter b en in de cosinus van alpha. En dat zijn ook twee zaken die ik in het begin gegeven had. Dus ik kan hier maken min 2 keer c keer b keer de cosinus van alpha. En je ziet dat ik nu een formule heb waar alle begingegevens in voorkomen. En waar ook het gevraagde gegeven alpha in voorkomt. Dus ja, dat is geweldig. Ik ga het nu alleen nog even netjes rangschikken. Vooral even letten op het alfabet. Nou, dit stond wel goed. En dan neem ik dit over min 2 keer b keer c keer de cosinus van alpha. Nou, wat geldt? Eigenlijk zijn er drie varianten voor de cosinusregel. Je kunt namelijk ook met b kwadraat beginnen of met c kwadraat beginnen. Ik zou dat weer opnieuw kunnen bewijzen, maar dat gaat op dezelfde manier en dat is eigenlijk heel erg simpel. Als je hier met b kwadraat begint, moet je hier de andere twee zijdes pakken, dus a kwadraat en c kwadraat. Dan doe je nog steeds min twee keer, en dan krijg je hier ook weer het product van die twee andere zijdes keer de cosinus. Nou, bij kleine letter a hoort alpha, bij kleine letter b hoort beta. En die laatste is dan ook eenvoudig. A kwadraat plus b kwadraat, die had ik nog niet. Min 2ab keer de cosinus. En bij c hoort dan gamma. Er zijn dus eigenlijk drie varianten van de cosinusregel. In mijn volgende video. Dan ga ik het voorbeeld waar ik deze video mee begonnen ben uitwerken met de cosinusregel. En dan ga ik je ook laten zien waarom je niet al, de, al deze drie de varianten uit je hoofd moet leren. Dus dat kan je ook veel tijd schelen en inzicht geven in het gebruik van de cosinusregel. Hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.